Goedemorgen. Ik begrijp dat jullie in diepe contemplatie gisteravond en de hele ochtend hebben doorgebracht. Dus ik ben heel benieuwd naar de inzichten. Ja, die vorderingen. De renje rond de tussenstand, zeg maar. Dus. Kijk het maar. Nou, ik merk, ik ben ontzettend gefrustreerd eigenlijk. Oké, even inzoomen weer. Ik ben er echt moe van. En dat kan zich uit in dat ik me depressief ga voelen. Of zo van, nou ja, weet je, het gaat toch niet lukken. Want dat ego wil eigenlijk ontwaken. Dat wil ontwaken, ja. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Dus het is ontzettend frustrerend. Ik word er echt moe van. En zo van, soms denk ik gewoon, gisteravond had ik het ook van, ja, ik trek helemaal geen zin meer in. Waar? Ja. Dit gedoe. Ja, wat is dit gedoe precies? Nu we het er toch over hebben. Ja, het is gewoon wel een groot verlangen. Dus als je nu, hè, gewoon als experimentje, kun je dat verlangen voelen nu? Geef daar eens even 5 seconden helemaal je aandacht aan. Geen ideeën erover, puur dat gevoel, dat verlangen. Ja, oké. Okay. Gewoon erbij blijven. Gewoon helemaal het verlangen zichzelf laten zijn. Ja, er komt tegelijk ook wel wat pijn mee. Ja, oké. Maar gewoon erbij blijven. Gewoon puur intunen op dat verlangen. Puur verlangen naar vrijheid of whatever. Voelen. Maar er komt gelijk weer zo'n stem van, dat gaat je toch niet lukken. Ja, maar er hoeft helemaal niks te lukken. Nee. Ik vraag je alleen om dat verlangen te voelen. Ja. Dus gewoon helemaal in dat verlangen, hoe voelt dat? Toch dan groot? Ja. Praat dat verlangen of is het gewoon... Nee. Dat is ook wel een beetje raar. Mooi. Nou, dat vind ik dan. Ja, oké, okay, dat is dan weer iets van het ik. Als je dat gevoel ervaart, kun je er iets over zeggen? Hoe voelt dat? Ja, maar iets. Mm-hmm. Oké. Okay. Nog niet? Het heeft een kleur. Oké. Okay. Zit daar frustratie in? Right. Als je dat helemaal ervaart, zijn dat problemen? Nee. Dus mijn tip aan jou, wees gewoon dat verlangen. Alles wat je erover vindt, of over het pad, of het doel, is allemaal ego. Maar dat verlangen is gewoon een energie. En die heeft het al in zich, die doet dat. Sluit daar vriendschap mee, ga daar naartoe, ga in dat verlangen wonen. Dat doet al precies waar je naar verlangt. Ja, lijkt me heerlijk. Yes. En dan ben je vanzelf hier. Mijn ego is altijd daar of daar. En dit is simpel, hier hoef je niks voor te weten, je hoeft alleen maar te voelen. Je hoeft er niks voor te doen, je hoeft alleen maar te voelen. Het is er al. Klopt. Goed. Dank je. Enjoy.
Patrick, waar zit je allemaal aan te denken, joh? Waar zit ik allemaal aan te denken? Nou, ik was heel erg bezig met dat verhaal over afgescheidenheid. En voor mij is het, ik begrijp het allemaal en ik had vannacht zo'n moment van diepe nervositeit in mijzelf. Dan ga ik een beetje inzoomen, uitzoomen. Nou, het verlicht iets, maar het gaat niet weg. En ergens geloof ik dat het bij mij, het is een soort angst om, als je dus echt gaat leven wat je zegt, ja, dan stel ik niks voor. Ik, ego, structuur, zeg maar, is niks. Het is een concept, een idee, en dat kan ik allemaal wel begrijpen, maar het echte leven, is het een enorme, nou, nu voel ik hem ook weer, is het een enorme angst. Ja, yes, yes. Niet mooi hebben. Ja. Die angst is de poort naar vrijheid. Daar moet je doorheen. Als je vrij wilt zijn, dat is niet natuurlijk. Nee. Ja, dus ik weet het niet zo goed. Ik kom meer in een soort. Dan kom ik weer bij inzichtjes en dan ga ik weer keurig in mijn schriftje inzichtjes doen. En dan... Ja. Nee, maar kijk, nou ben je op een veel fundamentele level. Hoe, dat begint al mee met wat je net deed: het erkennen. Daar begint alles mee. Erkennen dat I'm scared shitless. Shitless, basically. Oké. Okay. Gedenk heb ik geen zak aan, want angst is een gevoel. Het is een emotie. Dus ik kan erover vinden en van denken en wat ik wil, maar het heeft me te pakken. Oké. Ik weet nou dat je dat bent. Ik geef toe dat dat een grote kracht is in mijn bestaan. En dan ga ik leren contact mee te maken. Ik ga er contact mee maken, ik ga het ontmoeten. Ik ga niet proberen het weg te krijgen. Ik ga er een relatie mee aan, zou ik bijna zeggen. En als ik jou wil leren kennen, dan moet ik niet proberen jou binnen 3 seconden buiten te krijgen. Want dan kan ik je niet zien, dan kan ik je niet verstaan, dan kan ik je niet voelen, dan kan ik je niet horen. En dat geldt voor al het interne zelfonderzoek. Als wij er van af willen, willen we er binnen 3 seconden dat het weg is. Dan ontdek je nooit wat. Want je bent hardvochtig en negatief. Het moet weg. Dan is er geen ontmoeting. En waar ik achter moet komen, als het ware, is wat deze angst nodig heeft om zich te bevrijden. Niet wat ik wil, maar wat die angst nodig heeft. Het is iets totaal anders dan wat we normaal doen. Want mijn uitgangspunt is bij iedere emotie, maar het gaat nu over angst en die is naar mijn oordeel het meest fundamenteel. Waarom komt dat steeds op? Want het is niet van gisteren. Het komt de hele tijd op omdat het naar bevrijding zoekt. Energy wants to move, not to be contained. Waarom komt het op? Wij zeggen de hele tijd, nee. Oh, dan gaan we iets anders doen. Even mediteren. Oh, het gaat wel weer. Oh, daar komt hij weer. Oh, YouTube. Satsang. Ja. Oh, ja. Even noteren. Goh, dat was weer goed, zeg. Wasting opportunity. Angst, fantastisch. Hij is er, ik heb het bekend. En nou moet ik er iets mee. Ik moet er naartoe, kijken hoe dichtbij ik kan komen. Er omheen lopen, er onder voelen, er achter voelen, erin kijken, dan naar luisteren. Vragen van mijn part, wat wil je? Teach me. It's your guru. That's it. Het is wat iedereen vermijdt de hele tijd. En waarom we allemaal op zoek zijn naar een quick fix en waarom er zoveel non-dualistjes zijn tegenwoordig, dat ze allemaal denken dat ze er wel omheen kunnen. No way. En daarom zijn er ook een hoop van die non-dualistjes die van alles roepen en als je goed kijkt en een beetje sensitief bent, dan zie je dat ze uit hun nek lullen. They never face their fear.
Maar ze babbelen wel lekker. Wordt zo niet. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Zit er vol in? Ik ja. 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 Good. It hurts. Yeah, of course, it should. If it didn't, you would be an idiot. Ja. Nog iets? Iemand of mag ik al weg? Is er maar één oceaan? Pardon? Is er maar één oceaan? Maar ga daar maar eens lekker over nadenken. Dat is nooit ook alweer. Paul. Er komt bij één plaatje. Nee, ik ben nou kwijt, hè? Dankjewel. Bedankt.